En niet bij mij, maar bedoel, ga naar Jezus. En je zal ontdekken dat je veel meer bent dan ik ben. Want ik ben niet het hesje wat ik draag. Hun zijn niet het hesje wat hun dragen. En jij bent ook niet het hesje wat jij draagt, door welke hoed je draagt. Maar jij bent wie je in je hart bent, ja toch? Wie jij in je hart bent. Oh, je bent van God. Want hij houdt van jou. Amen. Hey, los, man. We moeten hier opstaan voordat het te laat is. Ze gaan ons steeds meer ons mondje snoeren en we hebben steeds meer, minder en minder te zeggen. Ik hoop ook dat jullie ook gaan opstaan tegen het systeem en een keer bij ons die luisters gaan aansluiten. En ons stem laten horen, ons stem weer terug krijgen en laten zien en horen wie we zijn. Wij zijn het volk, wij zijn de mensen, wij zijn de regering. En de andere regering krijgt de tering. Laat het stem terug naar het volk gaan, mensen! En daarom zijn we vandaag hier, want we zijn ook solidair met bikers. Wij zijn ook solidair met jullie mensen, ook jullie vrijheid wordt afgenomen. En ook dat pikken wij niet. Wij strijden voor iedereen zijn vrijheid. Wij staan hier voor de oneerlijkheid. Wij kunnen niet tegen het oneerlijke systeem waar we in leven. Wij strijden voor de eerlijkheid, tegen een eerlijk systeem. We moeten dat leven niet in. De ene leugen naar de andere leugen wordt ons voorgehouden en wij moeten het maar geloven. De vierjarige poppenkast, die neppe politiek mensen. Het is allemaal nep, het is één groot fake. Iets, hetzelfde als het nieuws en de media. Het is de regering die erachter zit. De regering laat ons alleen maar zien en horen wat ze willen dat andere mensen te horen krijgen over ons. De fake en media is nieuw, is nep. Yes. Sorry voor me. Je hebt goed gesproken, meent. Goedemiddag, mensen. Ik hoor dat er met twee maten gemeten wordt door een of ander stom justitiesysteem. Ik zeg altijd maar, je moet eerlijk zijn, niet met de lange neus lopen. Die rechter zit gewoon met zaagsel in zijn hoofd, gewoon maar hersenloos. Gewoon te zeggen dat een groepje motorbende slecht is. Nou hebben wij ze iets wijs te maken dat ze zelf slecht zijn. Ik vraag me af, hebben jullie wel rechten gestudeerd? Hebben jullie wel goed opgelet? Ja? De grootste uitbuiters en de overheid worden niet gecontroleerd. Niemand wordt gecontroleerd van de politiek. Ze denken allemaal makkelijk. Oh, ik zit daar even in een kamertje, ik kan wel eventjes zeggen dit en dat. En wat zegt die rechter in die uitspraak? Wat ik al eens eerder heb gehoord bij de blokkeervriezen. Ja, hun worden veroordeeld als slechterikken en dat andere volk wat gewoon problemen loopt uit te lokken, zoals CoZP, worden gewoon de hemel in geprezen. Dat is niet eerlijk. Als je met twee maten meet, dan moet je gewoon eerlijk meten. En niet van de een heeft onterecht straf en de ander die terechte dingen doet, zoals Blackface in Leiden gedaan heeft, dreigen met een knokploeg. Ja. Dan ga je naar de politie om aangifte te doen, maar er wordt niets mee gedaan. En dan ga je een rechtszaak of aangifte doen tegen die gasten of een rechtszaak tegen ze spannen. Wat gebeurt er? Wij zijn de verliezers. De goede mensen. Het goed wordt gewoon gestraft en het kwaad wordt gewoon vrijgelaten. Net zoals een man die dan met een bel rondloopt. Oh, die mogen vrij rondlopen. Ja? En iemand anders wordt gewoon onterecht gestraft. Die juist probeert te strijden voor een goed democratisch land. En die arme motorbendes, deze mensen, deze motorclubs, die worden gewoon verkeerd bekeken. Volgens mij hebben ze gewoon een vergrootglas nodig, want ze zien gewoon niks. Dat stelletje mieren. Maar de grootste ellendepukkel zit op het binnenhof, die een beetje een eed aflegt. Tenminste, de politie legt een eed af. En ik zeg tegen de politie, zie gewoon dat deze mensen gewoon goed zijn. Ze zijn goed bezig. Ik heb zelfs motorbendes gezien, clubs, die juist voor iedereen opkomen. Voor arme kinderen, ze brengen speelgoed en dingen naar kinderen. En dan gaan jullie ze verbieden. Ze moesten eens een keer dat kabinet verbieden, wat daar binnen zat. Hè? Ja. Dat kabinet daarbinnen ben ik meer dan zat met hun verkeerde uitspraken. Je moet nadenken voordat je iemand veroordeelt. Regering, duvel op. Duvel op. Het is genoeg geweest.
Misschien had ik je beter ook maar geen handje kunnen schudden. En dat zal ik ook nooit doen ook. En dan kan je wel zeggen dat iedereen onbeschoft is, maar de grootste schoft zit daar op het Binnenhof. Het grootste zielige mannetje die iedereen uitbuit. Als je nou geen cellulitis hebt. Ja. Hou maar in. Ja. Ik weet niet of er iemand nog wat wil zeggen. Het mag. Jullie mogen dus de regering beledigen. Dat nog, mag nog. Dus grijp je kansen zolang het nog mag. Vrijheid meer mensen. Wij leven in een dictatuur. Dan zal ik jullie even uitleggen. We hebben geen bindend referendum meer. Wij hebben geen stem meer. Wij mogen niks meer zeggen. Alles wordt besloten daar in de kamertjes van Den Haag. Den Haag wordt aangestuurd door de elites van Europa. Timmermans, dat is het grootste probleem. Frans Timmermans, we hadden het uit moeten gaan. We hebben het nog niet over Joris Demming gehad, de grootste pedo die er is. Dan nog Grapperhaus, die nou de pedo-handboek niet wil verbieden. Mensen moeten onderzoek doen en onze ogen openen. De grootste pedo-netwerk is van de overheid, de Oranjes. Tot Oranjes, zelfs koningshuizen zitten erachter, mensen. We moeten echt onderzoek doen en onze ogen openen. En ik hoop dat jullie... Bilderberggroep inderdaad, de Rockefellers, inderdaad, heel het systeem op zijn kop. En we hebben ook jullie daarvoor nodig. Iedereen hebben we daarvoor nodig. Heel de massa. Als iedereen opstaat, alleen dan kunnen wij het systeem om zeep helpen. En ik hoop ook dat jullie 17 september hier in Den Haag met ons aanwezig zullen zijn met de gele hesjes. Dan hebben we onze grote demonstratie internationaal hier in Den Haag. 17 september jongens, schrijf het allemaal op. Hou het, 17 september Den Haag. Terugkomen naar Den Haag. Onze democratie, of beter gezegd, democratie, is al lang niet meer een democratie. Hier in Nederland moet echt het politieke roer om. Het is meer en meer als genoeg geweest. Een vierjaarlijkse poppenkast, daar hebben we helemaal niks. Alles wordt voor jullie beslist in de achterkamertjes van Den Haag en de Europese Unie. Wij in Nederland en gele hesjes, wij hebben de vrijheid hoog in het vaandel. Je kunt geen motorclubs gaan verbieden, want we hebben nou eenmaal vrijheid van vereniging in Nederland. Dus ieder mag gewoon een vereniging vormen en een club zijn. En over dat verbieden van die motorclubs, dat is natuurlijk ronduit belachelijk. Ik denk, als je naar een gemiddelde golfclub gaat, dat daar ook alles bol staat van fraude. Laten we daar eens een keer naar gaan kijken. Als er hier wel een club of vereniging zou verboden moeten worden, dan is dat wel de VVD. Ja mensen, de partij van onze premier. De partij van vereniging voor dieven. Daar staat de VVD voor. En het enige wat de VVD dient is het belang van de multinationals en al lang niet meer het belang van het Nederlandse volk. Wij, gele hesjes, stellen het belang van het Nederlandse volk voorop en het belang van onze democratie. Onze democratie is overleden. Wij moeten die vierjaarlijkse poppenkast en het partijkartel gaan stoppen. Want het is meer en meer als genoeg geweest. En daarom willen wij bindende referenda en directe democratie. En dat vastgelegd in onze grondwet. En niet zoals die achterlijke idioot van Jette en dat gekke wijf van Ollongren. Die gewoon de Europese Unie in onze grondwet willen verankeren. Dat is volstrekt onaanvaardbaar. Wij zullen dat nooit pikken en we gaan door tot het bittere einde. Bindende referenda en directe democratie, dat moet in onze grondwet. Ik nodig jullie dan ook allemaal uit om 17 september aanwezig te zijn op het plein. Om dat gewoon eens even heel goed duidelijk te gaan maken. Wij steven af op een burgeroorlog. Willen jullie een democratie behouden, dan trek een hesje aan, maakt me niet uit. Ben er 17 september op Prinsjesdag en laat uw stem horen. Bindende referenda, directe democratie, verankerd in onze grondwet. En wij willen een exit en zeker geen Europese Unie in onze grondwet.
zijn we slecht en hun mogen gewoon lekker. Dan denk ik van, dan ga ik maar gewoon voor mogen in de kern doorzetten. Dan kunnen ze daaruit zien dat ze het niet hebben.